It's the one and only Deco Double G. Oef allemaal. Dag. Hier is de derde les, KCV, en het is over het volgende paragraaf. Nou, het gaat over ethiek. Ethiek of moraal. Nou, daar komt de ethos in het Grieks, hè, met een theta, ethos. En moraal, mos, mores, van het Latijn, betekent eigenlijk gewoonte. Nou, maar wij vertalen het vaak met het onderdeel van de filosofie, die dus de normen en waarden behandelt. Wat zijn de normen die je moet volgen, ten einde het goede te doen, en de waarden die je nastreeft in je leven? Nou, en dan gaan we kijken wat de filosofen in de oudheid hierover gezegd hebben. Wat is goed of wat is kwaad? Dat kun je het ook vertalen met hoe word ik gelukkig? Want uiteindelijk, elk mens streeft naar geluk. Dat hebben de Grieken ook heel duidelijk gezien. En de eerste filosoof die uitspraken hierover doet, is Socrates. Nou, Socrates, zoals jullie weten, heeft niets geschreven. En hij heeft zijn leven gegeven voor de filosofie, want dat werd uiteindelijk ter dood veroordeeld in Athene. En hij heeft dus zijn ideeën, zijn voornamelijk dus door zijn leerling Plato en door andere leerlingen naar ons toegekomen. En zijn fundamentele stelling in de moraal is het zogenaamde Socratisch determinisme. Nou, determinisme betekent het staat vast, het is vastgelegd op een of andere manier. En Socratisch, omdat het Socrates dat bedacht heeft. Dat gaan we zo meteen uitleggen. Vervolgens heb je Plato. Nou, Plato hebben we al gezien in de eerste les, in de tweede les. Dat hij dus gelooft in een, of verondersteld, geloof is niet het goed woord, want bij filosofen is er geen sprake van geloof, maar van logische redenering. Hij veronderstelt dat er een ideale wereld is, waarin dus de rechtvaardigheid het hoogste goed is, dat iedereen moet nastreven. En op deze manier kunnen we het goede doen en ook gelukkig worden. En dan zijn leerling van Plato op zijn beurt, Aristoteles, die komt met de zogenaamde deugdenethiek. Dat gaan we zo meteen bespreken. Laten we beginnen met Socrates. Do the right thing, do the right thing. Do it all the time, do it all the time. Nou, je ziet hier een sierreclame van een aantal jaar geleden, toen wij ook wel een bijlocatie hadden vanwege de verbouwing van het gebouw aan de Jacobijnenstraat. Nou, er was een soort kantine daar en er gingen al deze posters van de reclame reeks drank. De kater komt later. Nou, en dan zie je iemand die dronken is en doet wat niet helemaal de bedoeling is. Nou, dit is een typisch voorbeeld van Socratisch determinisme. Wat is Socratisch determinisme? Het is als je weet wat goed is, dan ga je het ook doen. Dus als je het kwade doet, is omdat je je vergist. Daarom moet je de mensen opvoeden en voorlichting geven en uitleggen dat ze bepaalde dingen niet moeten doen. Want, nou ja, de consequenties zijn dat je uiteindelijk niet zo gelukkig van wordt. Want als je zo eindigt, nou, dan word je natuurlijk de ochtend daarna niet heel blij. Nou, en zo zie je toch nog veel meer in sierenreclames. Dat we proberen dus, nou ja, door middel van voorlichting, mensen nou te brengen tot bepaalde gedachten. Er zit eigenlijk een beetje het Socratisch determinisme achter. Hè? Dat zie je toch wel soms in de politiek. Als de mensen verkeerd in de ogen van sommige mensen stemmen, het is omdat wij het verhaal niet goed uitgelegd hebben. Wanneer je weet wat goed is, zul je het ook doen. Dat is de stelling van Socrates. We gaan nu naar Plato. You're a rational being, and that's what gives you value. You've got dignity, unconditional worth. De ethiek van Plato, dat is, heeft te maken met de transcendentie. Hè? De transcendente idealen. De ideewereld is alleen toegankelijk voor het denken. Nou, en daar, de kern van alles is de rechtvaardigheid. Nou, hier zie je een plaatje van Loesje met de idealen oude jeugdig. Dus je moet streven naar je idealen, ook al zijn ze ver weg en misschien niet te realiseren. Nou, het probleem van de rechtvaardigheid van Plato is inderdaad dat alleen toegankelijk is weer voor het denken
En de rechtvaardigheid is een soort harmonie tussen de verschillende andere deugden die daar een rol spelen. Deugden zijn goede gewoontes, zal Aristoteles straks uitleggen. Bij Plato zijn meer waarden. Bepaalde waarden zoals de moed en de matigheid. Nou, die vinden uiteindelijk in de rechtvaardigheid, dat is dus de harmonie tussen alle dingen, hun ideaal. En mensen moeten juist deze rechtvaardigheid weten na te streven door, zoals we zeiden ook in die andere les, uit de grot te komen en de waarheid te beschouwen. Dus dit is weer een ethiek dat eigenlijk gebaseerd is voornamelijk op het intellect en op de reden. We gaan naar Aristoteles. Money up, cause I got triple deuces, yeah. I'm in the dark, cause I hear the news, yeah. Excellence, the virtue had me do it, everybody grab your shit and let's fucking do it. Aristoteles is juist degene die introduceert de vier deugden. En hier zie je dat. Nou, de eerste kun je de naam net niet zien, maar het is de matigheid. Vervolgens de verstandigheid of voorzichtigheid. De sterkte of moed. En de rechtvaardigheid als laatste. Nou, en dat zie je dat elk heeft een element. Dus de matigheid zit wat in te schenken. De verstandigheid of voorzichtigheid kijkt vooruit door middel van een spiegel. Nou, de sterkte heeft wat wapensuitrusting. En de rechtvaardigheid heeft een balans en houdt alles dus eigenlijk in balans. Volgens Aristoteles, een deugd is dus een goede gewoonte die je verkrijgt door middel van handelingen, bij herhaling van handelingen van een bepaald soort. Je bent niet matig als je één keer weinig drinkt, maar je bent matig als je de gewoonte hebt om weinig te drinken of om weinig te eten, om weinig aan je plezier te doen, omdat je het wil combineren ook met andere dingen. De sterkte of de moed. Je bent niet moedig of sterk wanneer je van alles durft, maar je bent moedig en sterk wanneer je weet wanneer je sterk moet zijn, wanneer je moedig moet optreden en wanneer je dus jezelf moet inhouden. Daarom, Aristoteles spreekt over de gulden middenweg. Nou, de gulden middenweg is de weg in het midden tussen twee extremen. Nou, bij de sterkte en de moed zien we het heel duidelijk. Als iemand overmoedig is en van alles durft, is eigenlijk niet meer deugdzaam. En als iemand juist te weinig durft, ook niet. Ergens middenin. Hetzelfde is voor de matigheid heel duidelijk te zien. Matigheid betekent het juiste eten en drinken, niet te veel en niet te weinig. Het juiste werken, niet te veel en niet te weinig. Een goed balans vinden in je leven. Nou, bij de verstandigheid en de rechtvaardigheid is iets minder makkelijk te zien. Maar de rechtvaardigheid, als je kijkt een docent die dus toetsen nakijkt, nou dat is, betekent niet aan iedereen een 10 geven en ook niet aan iedereen een 2 geven, maar aan een ieder geven wat hem of haar toekomt. De verstandigheid hetzelfde. Verstandig betekent inderdaad de juiste weg vinden tussen twee extreme opties. De deugdethiek van Aristoteles heeft veel gevolgen gehad en het is nog steeds heel actueel. Aristoteles blijft een van de grootste filosofen van Latijnen en heeft er veel dus opvolgers gehad die dit verder uitgewerkt hebben. Denk aan Alasdair MacIntyre, misschien heb je de naam wel eens gehoord. Nou, die werkt ook vanuit de Aristotelische deugden. Na de klassieke periode, die dus met Aristoteles eindigt, krijgen we een verandering in de politiek in Griekenland en de opkomst van andere stromingen. Goed, sommige waren al eerder aanwezig, maar die krijgen dus na de rand nog veel meer aandacht. En we beginnen met een plaatje van de andere drie scholen die dus over ethiek wat geschreven hebben of wat gezegd hebben. De sofisten. Nou, de sofisten die plaatsen historisch eigenlijk voor Socrates, maar die hebben nog steeds heel veel invloed. Bij de sofisten is de recht van de sterkste eigenlijk de centrale gedachte. Maar vandaag de dag zijn we nog steeds heel erg in de mode. We gaan het zo meteen bekijken. Bij Epicureërs, nou, en Stoïcijnen, dat zijn Hellenistische scholen, dus die komen na Aristoteles. En juist als reactie een beetje van dat politieke debat, het feit dat Alexander de Grote veroverd Griekenland en Griekenland verliest eigenlijk zijn onafhankelijkheid.
De Epicureeën zijn de voorstander van de ataraxia, of de onverstoorbaarheid, en de Stoïcijnen van de apatheia, dus het gebrek aan emoties. We gaan het zo meteen in detail bekijken. Mannen zijn kut, het zijn stuk voor stuk zwijnen. Zonder drukken de vrouwen vinden dat ze beter zijn. En elke man die dat vindt, die mag dus tegen de muur. Behalve moslimmannen, want dat is hun cultuur. Ja, ik ben woon. Laten we beginnen met de sofisten. Nou, hier heb je net een stukje van een liedje van Arjen Lubach gezien. En hier zie je het ook wel, een plaatje van zijn videoclip van een liedje Woke. Nou, en moreel relativisme betekent dat je kunt niet zeggen dat één bepaalde gedachte beter is dan de andere. Alles is alleen afhankelijk van de overtuigingskracht die je hebt om je argumenten naar voren te brengen en te verdedigen. Uiteindelijk komt het erop neer op een beetje een recht van het sterkste, zoals we zagen, want degene die sterker is, is in staat om anderen te overtuigen en dus als het ware zijn eigen wil op te leggen, zijn eigen visie op te leggen. Je kunt niet spreken van goed of kwaad. Alles is gelijkwaardig op een of andere manier, maar op een of andere manier is degene die dus wat handiger is, degene die zijn zin krijgt. Het relativisme is misschien in ietsje verzwakte vorm vandaag de dag nog steeds heel erg in de mode. Want inderdaad, we horen het, de cultuur van de woke bijvoorbeeld, dat inderdaad alles is eigenlijk een beetje afhankelijk van de omstandigheden, van hoe je het kijkt en ook wel van onderbuikgevoelens. Het is eigenlijk filosofisch gezien een hele zwakke manier van denken. En zwak denken is ook iets dat in de 20e eeuw alweer in de mode is gekomen. Giovanni Vattimo is een Italiaanse filosoof, die heeft wel heel veel succes gehad, maar ook een Franse filosoof als Lyotard. Nou, dus hebben allemaal de ideeën van de sofisten als het ware uitgewerkt en verder gepropageerd, hè? Verspreid onder de mensen. We gaan nu naar een van de Hellenistische scholen. Maar wij zijn onverstoorbaar, maar wij worden het oud. Dan zijn wij nog steeds op zoek naar het geheim van man en vrouw. Bij Epicurus, het centraal gedeelte is de ataraxia, zoals we zeiden, de onverstoorbaarheid. Hoe kan een mens gelukkig worden als hij onverstoorbaar is? Nou, hier zie je een plaatje inderdaad van iemand die geniet van een vakantie op het strand en die niet zoveel doet. Nou, de Epicurus zegt dat wij moeten alleen de natuurlijke en noodzakelijke verlangens bevredigen. Wat zijn dat? Nou, zijn eten, drinken, slapen en een minimum aan andere dingen. En alles wat niet natuurlijk en niet noodzakelijk is, proberen te vermijden. Als iemand bijvoorbeeld honger heeft, maar wil alleen eten een bepaald gerecht, nou op dat moment dan is hij dus ongelukkig op het moment dat hij dat niet krijgt en iets anders te eten heeft. Dus het minimum wat een mens moet hebben is natuurlijk wel voedsel en de basisbehoeftes. Maar zodra wij andere verlangens proberen te bevredigen, raken we daaraan verslaafd en worden we dus ongelukkig. De onverstoorbaarheid betekent dus je verlangens minimaliseren tot wat je echt nodig hebt. En je verder ook niet bemoeien met grote vraagstukken. Want als je bezig bent met de problemen van de wereld, nou, dan word je daar ongelukkiger. Als iemand op dit moment alleen zou denken, hoe zou ik de problemen in Oekraïne en Rusland kunnen oplossen? Nou, dat niet binnen je handbereik is. En dat op een of andere manier, dat zal dus je alleen maar ongelukkig maken. De onverstoorbaarheid uit zich ook wel in de kunst. Hè? Je maakt gewoon kleine en korte gedichten waarin je je gevoelens en je beleving van het moment laat zien en verder niks. De laatste school, dat is de Stoa. I wouldn't be emotionless. I wouldn't feel emotionless. Hier lezen we how to be emotionless and stop feeling. En want feitelijk, we zouden kunnen zeggen, wat maakt ons ongelukkig? Vaak zijn de gevoelens. De Stoa zegt als school, leef overeenkomstig de reden. Want de mens is een redelijk dier, dus je leeft overeenkomstig wat je eigenlijk bent.
En alle emoties moeten we proberen af te wijzen en te onderdrukken. Stel dat je je ongelukkig voelt omdat je een onvoldoende hebt gehaald voor een cijfer of voor een toets. Ja, je kunt daar toch niets aan doen op dat moment. Wat gebeurd is, is gebeurd. Dus het beste is gewoon op een redelijke manier dat aanvaarden. En hetzelfde geldt voor allerlei andere gebeurtenissen in de wereld. De Stoïcijnen zijn wel bewust van het feit dat de mens een plicht heeft om wat bij te dragen aan de maatschappij. Dus men moet op een redelijke manier meedoen aan het sociale leven en meedoen aan de politiek bijvoorbeeld, meedoen aan het bedrijfsleven, maar telkens proberen de emoties eigenlijk te parkeren. Emoties voel je soms wel, maar je moet er vanaf weten te zien op een of andere manier en op deze manier nou, alleen redelijk denken en je ook neerleggen bij wat gebeurt. Bij wijze van spreken zou je zeggen, als je terugfietst naar huis en je wordt beroofd terwijl er een stortbui is, nou, dan moet je bij jezelf zeggen, nou, ik kan er niets aan doen. Ik heb geen invloed op het feit dat ik beroofd word, ik heb geen invloed op het feit dat het regent, dus dan hoef ik er niet ongelukkiger over te worden. Je zou kunnen zeggen dat een ware stoïcijn bijna onmenselijk is, hè? Want wij vinden, we waarderen juist emoties bij de mensen. Maar nog steeds is de Stoa wel heel erg in de mode. Als je kijkt naar de film van 3 jaar geleden, dan zet ik hier een linkje bij. Dan zul je zien dat daar, nou ja, dat wijd ik een klein beetje meer uit op het feit dat het vandaag de dag nog in de mode is. En dat er boeken worden geschreven waar de Stoïcijnse filosofie wordt gepropageerd, wordt reclame voor gemaakt, wordt gezegd, dit is de manier om gelukkig te worden. Dat zijn de belangrijkste ethische scholen van de oudheid, dat lees je ook wel in de volgende paragraaf in je boek. En dat was deze les. Veel plezier allemaal en hou je bezig met het lezen van het boek, want op deze manier, naast het kijken van de video, haal je een prima cijfer voor je toets. Boven.